Twee jongens die na 11 jaar onderbreking nog altijd een harmonieus duo vormen. Simon en Garfunkel. Ondertussen is het tijd geworden voor het tweede journaal. Een goede avond. In de West-Duitse stad Giessen is een bomauto ontploft in een wijk waar Amerikaanse militairen wonen. Er zijn geen gewonden, maar er is voor meer dan 10 miljoen schade. Het is al de 4e anti-Amerikaanse aanslag in de Bondsrepubliek in minder dan 1 maand. De bom was vastgemaakt aan de auto van een Amerikaanse die in de wijk woont. Het tuig van meer dan 7 kilo zou automatisch zijn ontstoken. Meer dan 20 geparkeerde wagens zijn zo goed als helemaal vernield. Van de daders is er nog geen spoor. Wel worden leden van de Bader-Meinhof-bende verdacht omdat de bom geleek op het tuig dat vorig jaar in het hoofdkwartier van de Amerikaanse luchtmacht in Ramstein ontplofte. Toen zijn 15 mensen gewond. Sinds het begin van het jaar zijn er al 56 aanslagen gepleegd op woonwijken van Amerikaanse militairen in de Bondsrepubliek. In Egypte is de jongere broer van de vermoorde president Sadat aangehouden. Ook de 3 zoons van Ismat Sadat zitten in de cel. Het viertal wordt beschuldigd van corruptie en het onrechtmatig verwerven van rijkdom. President Sadat was destijds zo kwaad over het gedrag van zijn broer dat hij hem verbood naar het buitenland te reizen. De president wou de laatste 3 jaar ook niet meer met zijn broer praten. Een van de beschuldigingen is dat Ismat Sadat een privélegertje van 250 man had dat door de staat betaald werd. 2 Israëlische vliegtuigen zijn tijdens een verkenningsvlucht boven de Bekaa-vallei met Syrische luchtdoelraketten beschoten. De raketten misten hun doel. De Israëlische legerleiding noemt de beschieting een ernstige schending van het bestand in Libanon. Israël heeft in juni de basis van de Syrische SAM-6-raketten in Libanon grotendeels vernield. Maar blijkbaar hebben die Syriërs die raketinstallaties voor een stuk alweer vervangen. Nog in Libanon, in de buurt van Beirut, kwam het tot een artillerieduel tussen christelijke milities en druzen. Vorige maand is er al gevochten tussen christenen en druzen. Er kwam pas een eind aan toen Israëlische troepen tussen beiden kwamen. Nu probeert het Libanese leger de rivaliserende groepen uit elkaar te houden. Gisteren is er ondertussen nog geschoten op een Libanese patrouille. Daarbij is 1 soldaat gedood. Paus Johannes Paulus is voor een bezoek van 10 dagen in Spanje aangekomen. Een van de hoogtepunten van die reis wordt het bezoek van de paus aan het graf van Teresa van Avila, die 400 jaar geleden overleden is. De pauselijke reis naar Spanje is al 2 keer uitgesteld. Verleden jaar kon de paus niet komen omdat hij het slachtoffer was geworden van een aanslag. En dit jaar is zijn reis verdaagd tot na de verkiezingscampagne. Zoals bij elke buitenlandse reis kuste de paus eerst de grond. De Spaanse koning Juan Carlos en zijn vrouw Sofia verwelkomden Johannes Paulus. Tijdens het 10-daags verblijf in Spanje zal de paus 4 keer door de koning ontvangen worden. Ook de aftredende premier Calvo Sotelo was op de luchthaven. 3 dagen geleden is de centrumpartij van Sotelo van de politieke kaart geveegd. De premier zelf is niet meer herkozen in het nieuwe parlement, waar de socialisten van Felipe González nu de absolute meerderheid hebben. Begroeting ook door de Spaanse aartsbisschop. Die zei gisteren dat er in Spanje een nieuw tijdperk is begonnen. Hij wil dat de kerk onafhankelijk staat van het burgerlijk bestuur en ijvert voor verzoening tussen de Spanjaarden. Tijdens de Spaanse burgeroorlog hebben de meeste bisschoppen de kant van generaal Franco gekozen. In zijn 10-daagse verblijf in Spanje zal de paus 16 steden bezoeken, 44 toespraken houden, 11 missen opdragen en dat allemaal op een rondreis van meer dan 7500 kilometer. Na de verwelkoming door de Spaanse koning heeft de paus in een eerste toespraak gezegd dat zijn bezoek van religieuze aard is en boven de politiek staat. Maar bij het contact met de Spaanse bisschoppen herhaalde Johannes Paulus zijn afkeer van echtscheiding, abortus en kunstmatige geboorteregeling.
De paus vroeg de Spaanse bisschoppen in deze zaak hun stem te laten horen. De socialisten die begin december aan de macht komen, hebben daarentegen de liberalisering van abortuswetten en ook een vermindering van de staatssteun aan katholieke scholen in hun programma staan. Ook de Poolse aartsbisschop Glimp is vandaag in Madrid aangekomen. Glimp heeft gezegd dat hij tegen het plan van de verboden vakbond Solidariteit is om op 10 november een algemene staking te houden. De Poolse kerkleider vreest dat zo'n staking alleen maar de repressie kan verscherpen. Overigens geeft die staat van beleg in Polen ook onverwachte gevolgen. Na de militaire staatsgreep moesten de Poolse jagers hun wapens inleveren. Daardoor viel de jacht op wolven stil en die hebben zich in het oosten nu zo vlug verveelvoudigd dat ze bij gebrek aan levensruimte naar het westen vluchten, meer bepaald naar de West-Duitse Bondsrepubliek. Nog een paar berichten uit eigen land. Premier Martens verwacht een laatste dinsdagavond het antwoord van de sociale gesprekspartners op de regeringsvoorstellen in zaken werktijd, loonbeleid en tewerkstelling. De eerste minister geeft in onze uitzending Confrontatie van morgen herhaald dat volgens de regeringsplannen die werktijd wordt verkort met 5%. Het personeel moet zijn inkomen met ongeveer 3% matigen en van het patronaat wordt verwacht dat het 3% meer mensen in dienst neemt. Premier Martens mikt zo op het scheppen van maximaal 75.000 nieuwe banen. En de coach van de Roemeense toptenster, Nadia Comăneci, is uit zijn land gevlucht en wil politiek asiel krijgen in België. Coach Borcan geraakte uit Roemenië weg aan boord van een Nederlandse vrachtwagen. Naar eigen zeggen zou de trainer van Nadia Comăneci last gekregen hebben met de Roemeense autoriteiten, omdat hij contacten had met Poolse dissidenten. Borcan, die 31 is, wil Belg worden en hoopt dat er voor hem een plaatsje is in het Belgische turnwereldje. En daarmee zijn we dan bij de sport aanbeland. U krijgt nog een beknopt verslag van het voornaamste sportnieuws van deze laatste oktoberdag. Eerst het voetbal met de 16e finales van de beker van België. Dit zijn de uitslagen van vandaag. Beveren-Oudenaarde 4-0, Tongeren-Boom 1-0, Stade-Leuven-Eendracht-Aalst 0-1, Antwerp-Berchem 4-2, Luik-Serein 4-1, RWDM-Hasselt 4-3 na verlengingen, Diest A-Gent 2-4, eveneens na verlengingen. Harelbeke-Kortrijk 0-0, Kortrijk geplaatst via de strafschoppen en Beringen-Lierse 0-1. Dit zijn alle 16 ploegen die zich geplaatst hebben voor de 8e finales. Anderlecht, Antwerp, Beveren, Cercle Brugge, Club Brugge, A-Gent, Kortrijk, Lierse, Lokeren, Luik, RWDM, Stoudaar, Tongeren, Waregem en Winterslag. 15 eerste klassers dus en 1 tweede klasser, dat is Eendracht Aalst. De lottrekking voor de 8e finales heeft volgende donderdag plaats in het Bondsgebouw hier in Brussel. Oostende is de enige leider in het basketbal. Oostende versloeg vanmiddag Racing Mechelen met 82-57. In de klassering heeft Oostende nu 2 punten voorsprong op Mechelen en Aarschot en het heeft bovendien nog een inhaalwedstrijd te goed. In het volleybal stonden er vandaag 2 toppers op het programma. Genk Herentals eindigde op 1-3 en Kortrijk Zonhoven op 3-1. Kortrijk is nu alleen leider, op 1 punt gevolgd door Genk en op 2 punten door Zonhoven, Kruikenburg en Herentals. De Nederlander Rob Erens heeft tijdens de jumping van Amsterdam de grote prijs gewonnen. Het eerste onderdeel van het Europese circuit voor de wereldbeker. De Oostenrijker Hugo Simon werd tweede en de Ier Gary Mullins derde. Edgar Kupper eindigde op de 7e plaats. Einde van dit tweede journaal. Tot morgen. Het weerbericht, de weersverwachting voor vannacht en morgen. Zonnig weer met wolkenvelden die in het westen van ons land hier en daar wat regen of motregen kunnen geven. Meestal matige zuiden tot zuidwestenwind met kans op ochtendmist. Minimumtemperaturen aan de kust 7 graden, in laag- en midden-België 4 en in hoog-België 1 graad. De maximumtemperaturen schommelen tussen 11, 13 en 8 graden. De algemene luchtgesteldheid. Een krachtig hoge drukgebied met centrum boven de Balkan zorgt voor mooi weer over Zuid-Europa. Langs de noordelijke flank bewegen zich regenzones van de nabije Atlantische Oceaan via de Noordzee naar Scandinavië.
Deze regengebieden zullen ons weer tijdelijk beïnvloeden. De vooruitzichten voor dinsdag en woensdag. Hetzelfde weertype. De vooruitzichten voor donderdag en vrijdag. Aanhoudend hetzelfde weer. Het wegenbulletin. De algemene toestand van het wegennet is normaal. De vooruitzichten. Vannacht vorming van enkele mistbanken, vooral in het zuiden van het land. Voor bruggen en wegen noteren we wintertype A. En dan verwijzen we nu naar het programmaoverzicht voor morgen. Met hier en daar regen of motregen, met kans op mist en matig zicht. Voor de zeilsport op de binnenwateren windkracht 3 uit het zuiden tot het zuidwesten bij goed zicht en voor de zeilsport op zee windkracht 4 uit het zuiden tot het zuidwesten, zwaar bewolkt en plaatselijke regen of motregen met kans op mist en matig zicht. Tot zover het nieuws. BRT 1, 8 over 11, poëzie op zondagavond. Tot 11:40 praat Johan de Haas met Erik Verpalen.